Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke kikker haken. En een vriendin van mij vroeg van, goh, kan jij niet zo'n leuke kikker haken voor op mijn nieuwe carnavalsmuts? En ik zeg, ja, ik kan het proberen. Dus ik heb deze gevonden. Het is echt een heel leuk kikkertje. Het is gewoon een rondje. En ik zal zo vertellen wat je nodig hebt. Maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn YouTube kanaal. Het motiveert mij iedere keer weer om iets nieuws te bedenken. En ik heb gewoon heel veel plezier van om het jullie uit te leggen. En hoe het zo makkelijk mogelijk, hoe je zo makkelijk mogelijk iets kan haken. Maar ik zal eerst vertellen wat jullie nodig hebben voor deze kikker. Ik heb deze durabele korrel en dit is ook ja echt een kleur dat je zegt je moet echt een goede kikkerkleur hebben. Dit is 100% katoen, dus dit kan ook voor kinderen, maar ja, zo'n applicatie van een kikker, dat maakt eigenlijk niet echt uit welke wol, als je maar wel de goede kleur hebt. Hier heb je nodig haaknaald nummer 2,5 tot 3,5. Maar ik ga hem haken op haaknaald 3,5. Je hebt nodig een stopnaaldje, een steekmarkeerder, oogjes. En die oogjes, kijk, die kan je er niet zomaar op plakken, die moet je erop naaien. Zie je, hier is een lusje, zodat je ze erop kan naaien. En ja, deze oogjes zijn weer groter dan het voorbeeldje wat ik hier heb, dus ik zal iets groter rondje moeten haken. Twee oogjes heb je nodig, een gewone naald, en als je de draad door de naald niet krijgt, dan is deze ook wel heel erg makkelijk. Deze zit trouwens verpakt als je naalden koopt. Als je gewone naalden koopt, heb ik deze erbij gekregen en dat vind ik wel heel handig. Verder een schaartje en dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met een opzetketting. Ik leg even alles weg. Zo, je hebt dus je haaknaald en je maakt een opzetlus. Haaknaald erin en je maakt 4 lossen, 1, 2, 3, 4. In de eerste steek daar steek je weer je haaknaald in, slaat om en je maakt een halve vaste, dus je sluit het rondje. En omdat het rondje met 4 lossen gehaakt wordt, gaan we nu eerst, of met 4 vast, met vaste gehaakt wordt, gaan we nu eerst 1 losse maken. Dan steek je in de cirkel in. Ik neem even het begindraadje mee, want dan hoef je dat niet af te werken straks. Je haalt je draad op, je slaat om door 2. Dus dit is 1. Dit is de tweede vaste. Insteken, omslaan, de derde vaste, insteken, draad ophalen, omslaan en dit is de vierde. Even kijken hoor, ik kom niet uit, dus we doen er 6, we doen er nog 2 bij. Insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan. Dus we hebben 6 vaste in de eerste cirkel gedaan. Nu gaan we de toer sluiten met een halve vaste. En dan ga je die eerste steek pakken die je gemaakt hebt. Dan sla je weer om en dan haal je meteen je draad door 2 lussen. Dus je hebt de toer nu gesloten, de eerste toer.
Dus je begint de eerste toer met 6 vaste, dan doe je weer 1 losse omhoog. Je kan hier nog een steekmarkeerder inzetten en dat ga ik ook even doen. Kijk, dit is echt je eerste steek, maar ik zet even mijn steekmarkeerder hierin. Je hebt 1 losse omhoog gewerkt en nu ga je in elk stokje of in elke steek ga je 2 vaste zetten. In elke vaste 2 vaste in dezelfde steek dus. Dus 1 en nu 2. In de volgende steek weer 2 vaste. 1 en in dezelfde opening 2. Dus al die 16 vaste, daar komen 2 vaste weer in. Eén. Twee. En de volgende steek. Eén. Twee. In de volgende. Even kijken of ik goed alle tweede draadjes heb. Eén. Twee. En in de volgende. Eén. En nu ga ik even steken tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dat klopt. Ik haal even de steekmarkeerder weer uit. Af en toe zo lastig. Maar toch heb je het nodig. Zeker in het begin. Nog een keer tellen, want ik zie hier dat ik nog een steek heb. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, we kunnen toch sluiten hier in de bovenste. Steek je in. En je haalt je draad weer door 2. Dan gaan we weer een nieuwe toer beginnen met 1 losse. En dan gaan we weer in elke steek 2 steken zetten. 1, 2. En dan de volgende steek weer. 1, 2 vaste. En in de volgende steek weer. 1. 2 vaste. Zie je? En als je dan even een marker hier inzet in die eerste, dan ga ik het rondje afmaken en dan zie ik je op het einde weer terug. We zijn op het einde van de derde toer en omdat we 2 steken in elke steek hebben gedaan in de tweede toer, hebben we nu 24 steken. In de derde toer moet je dus 24 steken hebben. Je sluit je toer weer door de eerste steek te gaan, omslaan en door 2 lussen, dan weer 1 losse omhoog. En nu gaan we in de vierde toer gaan we 1 steek in elke steek zetten, maar om de steek zetten we er 2 in. Dus eerst 1, 1 steek en dan hier in de volgende gaan we er 2 in zetten. 1, 2 en dan weer 1 en dan weer in de volgende zetten we er 2 in dezelfde. Ik vind altijd, dan moet je echt eventjes goed opletten. Dus eerst 1 en dan
in de volgende 2 1 2 dan weer 1 en dan weer 2 1 2 dan weer 1 en in de volgende toer dan weer 1 en dan weer 2 steken. Ik zie op het einde weer terug, op het einde van de toer. En dat is leuk. Ik heb er geen marker in gestoken. Dat ga ik nog wel even doen. Dus de vierde toer is 1 steek, 1 steek en de volgende steek 2 steken. Ik ben nu op het einde van de vierde toer. Ik haal eventjes de steekmarkeerder eruit en we sluiten de toer met een halve vaste. En als het goed is heb je nu dan 32 steken. En dan gaan we nu met de vijfde toer beginnen, dus met 1 losse. En dan gaan we in elke steek een vaste zetten. Eerste, de tweede. En nu gaan we in de derde steek 2 vaste zetten. 1, 2. Dus elke derde steek zetten we 2 vaste in plaats van 1. Nog een keer 1 en in de volgende steek weer 1 en in de derde daar zetten we 2 neer en dan ga ik weer even de steekmarkeerder er netjes in zetten. En op het einde van de toer zie ik je weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van de vijfde toer met in elke steek een vaste, maar in de derde doe je er 2 en je sluit weer de toer in de eerste steek met een halve vaste. Ja, ik heb net geteld en ik kom dit op het aantal van 43 steken, maar kom je nou minder of iets meer uit, dat maakt niet uit, als je rondje maar plat blijft. We gaan nu aan toer 6 beginnen met 1 losse en nu gaan we weer vaste zetten in elke steek 1 2 oh ik pak hem heel even opnieuw 2 3 en nu gaan we 2 vaste in de vierde zetten 1 in de vierde steek en dan weer in de volgende 1 gewone vaste en dit is de tweede gewone vaste en dit is de derde gewone vaste en dan gaan we in de vierde steek gaan we 2 steken in diezelfde steek zetten en dan gaan we weer in de volgende. En dan zie ik je op het einde weer terug en ik ga even weer mijn marker erin zetten, want je ziet dat je bijna niet meer ziet waar je begonnen bent, maar dat is dus even goed kijken. Dit is de eerste steek, zo op het einde zie ik je weer terug als je maar goed plat blijft liggen. En dan krijg je vanzelf een mooi rondje. Dus in de vierde steek 2 steken. En dan zie ik je weer terug.
We zijn nu op het einde van de zesde toer en ik heb ze net geteld, ik kom op 53 steken en deze sluiten we weer met een halve vaste. En dan ga ik even kijken of je, ik denk dat het rondje nog niet groot genoeg is, maar ik pak even de oogjes erbij. Nou, het doosje moet wel, oh, dit doosje is al open. En ik ga hier nog rondjes opmaken, dus ik wil hem nog ietsjes, hij is er al bijna, maar ik ga nog één toer maken. Oh, het blijft lekker plakken. Ja, ik denk dat ik nog één toer ga maken om, om de kikker af te maken. Dan gaan we verder met toer 7. En toer 7 is dus weer één losse. Dan gaan we weer in elke steek een vaste zetten. 1, 2, 3, 4. En nu gaan we in de vijfde twee steken. 1, 2. En dan gaan we weer in elke steek één steek zetten. 1. 2 3 4, en in de vijfde nog een extra in dezelfde steek. Even weer gouden marker erin zetten. Dan zie ik je op het einde van toer 7 weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van toer 7 en ik heb totaal net geteld 60 steken, maar heb je nou ietsjes meer of minder, als hij maar goed plat valt het rondje. En ik wil nu het rondje gaan, of de toer gaan sluiten. Heel even goed kijken of je goed de twee lusjes pakt met een halve vaste. Dan ga ik er nog een randje omheen maken en ik wil eigenlijk alleen maar deze lus pakken, de laatste lus. Dus we pakken nog één losse en dan ga ik insteken in de laatste lus en ik ga daar wel een vaste in maken. En even weer de marker erin. En nu ga ik gewoon, omdat dit toch het sierrandje wordt, zeg maar, insteken in die laatste lus. En dit is gewoon in elke steek één steek, één vaste. Dit is echt ter afwerking, zie je? Dus dit wordt het laatste randje. Op elke steek één steek in de laatste lus. En dan zie ik je op het einde weer terug. Even de camera goed zetten. Ja. We zijn nu op het einde van toer 7. En we gaan hem weer sluiten. En, of ja, toer 7, dit is de afwerktoer. Kijk, als je in het laatste lusje haakt, dan zie je gewoon dat je een mooie randje overhoudt. En dit is ook het einde. Ik ga eerst even de toer sluiten nu. Dus ik pak nu wel twee lusjes om de toer te sluiten. Draad om de naald, doorhalen, door twee. En dan pak je je schaartje. En dan knip je hem af. En dan werk je de twee draadjes af, dus je werkt deze af en je werkt de achterste af. En dan heb je het eerste rondje van de kikker gehaakt. En dan kan je
nu moet je nog 2 rondjes haken en dan doe je hetzelfde als dat ik in het begin van het filmpje heb uitgelegd, maar dan maak je 2 rondjes en dan, ja, dan kijk je even hoe groot je oogjes zijn en dan laat je nog een paar, ja, dan moet je even zelf meten. Ik ga nu verder met oogjes, of ja, met 2 rondjes maken voor de oogjes. En ja, ik zie je daarna terug, want ja, het voordoen is hier al gebeurd, dus je kijkt weer naar het filmpje en ik denk dat je ongeveer 4 toeren of 5 toeren moet haken, maar dat zal ik je dadelijk vertellen. En dan zie ik je dadelijk weer terug en dan is de kikker al bijna klaar. Ja, hij wordt echt wel grappig. Nou, zie ik je zo weer terug. Ik heb nu nog 2 rondjes gehaakt tot en met toer 4. Ja, wil je het groter, wil je het kleiner, dan moet je gewoon kijken welk rondje dat je haakt. Ik heb ze, zeg maar, de oogjes hieraan vastgehaakt. Ik heb het hieronder eigenlijk losgelaten. Deze, die moet ik nog iets beter vastzetten, zie ik. En hierboven zit het wel allemaal vast. Nu het mondje nog. En ik steek er even een speld in. En ik had nog niet gezegd waar ik, even kijken waar ik het ongeveer wil hebben. Wil je het hoger of lager? Dan kun je even proberen. Ik denk dat dit te laag is. Ja. Ongeveer op deze hoogte. Dan heb je nog nodig een bolletje rood garen voor het mondje. En dan kan je zelf eigenlijk zeggen hoe je het wil hebben. Maar je steekt dus je haaknaald in. Je haalt je draad op. En je gaat weer verder met insteken. En je haalt je draad weer op. Door die eerste. Dan ga je weer insteken. Ik pak ze even allebei, even kijken hoe dat uitkomt. Dat is misschien wel mooier voor het mondje. Insteken, draad ophalen en door 2. Ik heb dus, ja, heel toevallig een dubbele draad nu voor het mondje gepakt. Maar dat komt wel mooier uit als ik het zo kijk. Insteken. Draad ophalen en je kijkt elke keer, ja, wat vind je mooi, hè? En hij moet natuurlijk wel gelijk zijn. Ik denk dat dit al genoeg is, dus ik steek hem nog 1 keer in. Draad ophalen, afknippen. En deze draad werk je aan de achterkant weg. Ja, dit is hem. Leuk hoor, die wiebeloogjes. Die zijn echt grappig. Nou, dit was het filmpje van de kikker. Graag duim omhoog als je zegt, ja, ik vind echt leuke filmpjes. En hieronder staat mijn foto, daar kan je abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Dankjewel voor het kijken.